Wanneer je als merk een stabiel of groeiend marktaandeel wil, is elk jaar investeren in reclame belangrijk. Maar hoe belangrijk precies? Daar deden de wetenschappers van de University of South Australia onderzoek naar. Het onderzoek van de University of South Australia is een vervolg op een eerder onderzoek van het Australische Ehrenberg Bass Instituut. Uit dat eerdere onderzoek bleek al dat het langdurig stoppen met reclame negatieve gevolgen heeft op verkoopcijfers. Maar waar voorheen werd gekeken naar de gevolgen voor verkoopcijfers, is nu ook geanalyseerd welke effecten het stoppen met reclame heeft op het marktaandeel. In de recente analyse is gekeken naar reclameinvesteringen van 22 verschillende consumentenproducten in de Verenigde Staten in de periode 2010 tot en met 2015. In totaal zijn er 682 cases geanalyseerd, met 365 merken die zijn ingedeeld op hoe lang er is gestopt met adverteren. Merken die een jaar niet adverteren verliezen gemiddeld 10% marktaandeel in vergelijking met het laatste jaar waarin nog wel geadverteerd werd. Bij 2 jaar niet adverteren loopt het op naar 20% en bij 3 jaar zelfs naar 28%. Die resultaten komen sterk overeen met de daling bij verkoopcijfers die in het eerdere onderzoek zijn aangetoond. Maar het marktaandeel laat een eerdere daling zien dan de verkoopcijfers van een merk. En hoe groter het oorspronkelijke marktaandeel is, hoe groter de daling wanneer een merk 2 of 3 jaar stopt met reclame. Kleine merken ondervinden bij 2 of 3 jaar stoppen met reclame ook een daling in marktaandeel. Maar die daling is minder groot. Hoge bomen vangen veel wind, laten we maar zeggen. Ook timing blijkt van invloed op de gevolgen van stoppen met reclame. Stopt een merk 3 jaar lang met adverteren wanneer al sprake is van een dalend marktaandeel, dan is de daling groter dan bij merken die een stabiel of stijgend marktaandeel hadden. Wat dat betreft ben je het beste af met een stabiel marktaandeel. Merken met een groeiend marktaandeel zien namelijk een grotere daling dan merken met een stabiel marktaandeel, wanneer er voor een periode van 3 jaar niet wordt geadverteerd. Met de nadruk op die periode van 3 jaar, want het duurt wel even voor grote merken met een groeiend marktaandeel die daling zien. Maar wanneer die daling dus is te zien, gaat het ook meteen hard. De effecten van stoppen met reclame verschillen tot slot ook aanzienlijk per branche waarnaar wordt gekeken. Producten die minder vaak worden aangeschaft verliezen meer marktaandeel dan producten die regelmatig worden aangeschaft. Ga maar na, sommige producten haal je uit gewoonte in huis, zoals tijdens de boodschappenroutine. Stoppen met reclame hoeft niet direct het einde van een merk te betekenen. Grote merken met een stabiel of groeiend marktaandeel kunnen bijvoorbeeld een tijdje afwezig zijn zonder daar meteen gevolgen van te ondervinden. Maar houd die stabiliteit van het marktaandeel goed in de gaten. Want stopt een groot merk te lang met reclame, dan worden de negatieve gevolgen zichtbaar en kan een grotere daling plaatsvinden dan we bij kleinere merken zien. Wil je alle bevindingen op je gemak nog eens teruglezen? Ik schreef ook een artikel over dit onderwerp en die vind je terug op onze website. En heb je vragen? Neem nog even contact met ons op. We informeren je graag verder. En weet jouw persoonlijke ervaring af van de resultaten uit het onderzoek? Dan lezen we daar graag over in de comments. Tot de volgende aflevering!